Maar de muzieknoten nu. Nou, we hebben een hele mooie, een heel mooi plaatje. Kan je de letters halen? Ja, de letters. Daar. Dan gaan we even de namen van die muzieknoten eens even bijpakken. Zo moeilijk is het niet hoor. Dat is wel leuk. Zo is het makkelijk. Goed, we gaan eerst de ABC doen. Nou zoek het maar, het moet even tot G. Zijn ze 8? Ja. Nou, kan je het van A tot... Ja, A, B, C, D, E, Dan blijven we eentje over. Ja. Dan nog weer een C daar. Zoiets, hè? Nou, denk eens over na. Ja. Werkt niet, hè? Nee. Nee, het wil niet. Wat erg. Heb je A, B, C, ja, hoe moet je het dan doen? Ja, dan moet je helemaal daar of zo. Nog niet. Ja, meisjes, hoe gaat dat dan? Je weet dat de namen van de noten overeenkomen met de alfabet een beetje, toch? Heb je ook van gehoord of niet? Dat ze toevallig zo heten, de namen van de noten. Gaan echt met de alfabet. Maar het gaat altijd toch met G met de noten? Bij piano ging het toch met G? Bij jouw liedje, ja. Ja. Je hebt het niet verder geleerd dan dat. Ja, oké. Dus je hebt 5 noten geleerd. Oké, dan weet ik waar je was met je pianolessen. Goed zo. Maar je weet dus dat iets met G is. Ja. Ja, keurig. Het is iets met G. Iets met G. Nou, zullen we dan even de kleuren volgen en dan op de kleuren neerzetten? Misschien krijgen we dan een andere constructie. Klopt dat nu? C, D, E, F, G, A, B, C. Juist. Is dat het? Is dat het? Ja, dat is het. Maar dat is toch helemaal niet logisch? Ja, vraag me niet waarom ze het zo bedacht hebben. Nee. Maar zo is het helemaal. En daarom vinden jullie het ook, en jij ook, en iedereen die aan begint aan muziek, een beetje lastig met de muzieknoten. En daarom vinden ze het ook zo van, oh, ik wil eigenlijk niet meer eens naar een muziekles, want het is moeilijk. En wat je net zei is, dat is het. Ja. Ja, klopt geen meter. Nee. Maar weet je, het is heel makkelijk te leren. Probeer eens maar. Zet voor jezelf ook hier een, maak voor jezelf ook een regenboog. Ook zo. En jij hebt ook een regenboog. En wie is de langste, wie heeft de langste arm? Van jullie? Wie? Ja. Nou, of jij staat centraal. Kom maar dichterbij, dan kan je ze zo doen. Oh, het is een mooie. Yes. Ja, maak voor jezelf ook een regenboogrijtje. Ja, dat is hartstikke leuk. Dan moet ik wel de laatste ook hebben. Oh, zo. Juist! Juist! Nou, juist. Heeft het een beetje logica nu? Ja. Aha. Deze meteen. Hey. Hier toch? Hier moet er nog een blauwe komen. Een blauwe komen. Heel goed, Lieke.